Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Een uitgestrekt bewolkingsgebied ligt boven Nederland en dat is een frontaal systeem waaruit forse regen- en onweersbuien vallen. Het is met name een zware regenval, her en der onweert het ook en soms zijn er windstoten of hagel mogelijk. Verkeer moet rekening houden met aquaplaning en op de fiets natuurlijk even opletten als er onweer in de buurt zit. De zwaarste buien vanochtend van zuid naar noord en vanmiddag trekken ze dan langzaam via het oosten naar Duitsland weg en vanuit het westen gaat dan de zon volop schijnen. Het wordt uiteindelijk zo'n 18 tot 21 graden. Ook vanavond droge omstandigheden met nog lange tijd zon, dus eigenlijk gewoon een heerlijke avond. Niet al te warm, halverwege de avond is het 15 of 16 graden. En dan de zaterdag, die ziet er eigenlijk prima uit. 20 graden in het noordwesten, 24 in het zuidoosten. Trekken wel wolken over, maar de zon laat zich ook zien. En het blijft waarschijnlijk overal droog. Matige zuidwestenwind erbij. Zondag wordt het warmer, 25 tot 29 graden. Dan verwacht ik de meeste zonneschijn in de ochtend. In de middag of avond neemt de kans op buien toe. En maandag en dinsdag ook een paar buien. En dan temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.